In de herfst schijnen ze overal, binnen en buiten, allemaal spinnetjes die stilletjes aan het wachten zijn in hun web. En ondanks dat alle beestjes heel goed in het web blijven plakken, lijken de spinnen er zelf heel makkelijk overheen te lopen. Maar hier in Leiden weten ze heel veel over spinnen en over hun web. Zo'n web zit heel slim in elkaar, want lang niet alle draden die je ziet zijn hetzelfde. Op het achterlijfje van de spin zitten spintepels en daarmee spint de spin zijn draad. En zo heb je dikke draden, dunne draden, maar ook plakkerige draden en niet plakkerige draden. Nou, dit is zo'n plakkerig draad. Hier, deze druppeltjes, die zorgen er dus voor dat dit draad plakt. En zo'n web is dus eigenlijk een combinatie van allerlei verschillende draden. Als de spin over het juiste draad loopt, dan blijft hij sowieso niet plakken. Maar wat gebeurt er nou als hij over een plakkerig draad loopt? Hi Peter. Hallo. Jij hebt hier allemaal potjes met spinnen staan. Deze ken ik denk ik wel, dit is de kruisspin, toch? Dat is de kruisspin, inderdaad, ja. En zo'n kruisspin, komt hij nou ooit wel eens op zo'n plakkerig draadje van zijn eigen web terecht? Dat gebeurt inderdaad. Als hij zich beweegt over het web, dan komt hij ermee in contact. Hoe kan het dat de spin niet blijft plakken in zijn eigen web? Ja, dat zit hem in de speciale constructie van zijn pootjes. Daar kunnen we wel even naar kijken. Oké. Okay. Kijk, hier kan je heel mooi het uiteinde van die poot zien. Nee. Dus het uiteinde van de poot, daar zitten de haakjes aan. Oh ja. En allemaal stekels en haren. En die klauwtjes aan de voorkant? Ja, de klauwtjes, daar remt hij mee door het web. Hij moet natuurlijk op de tast werken, want de oogjes die zijn niet echt functioneel bij de spin. Hij remt toch precies op zijn prooi af. Hij kan het dus uitstekend aan trillingen voelen. En daar zijn al die haren voor. Oké. En die haren en die klauwtjes die zijn er ook voor dat hij niet blijft plakken? Precies, die zijn allemaal bedekt met een coating, met een laagje die niet hecht aan zijn eigen kleefdraden. Wat die coating precies is, dat weten we eigenlijk niet, maar het werkt dus wel heel goed. Hij kleeft niet vast. Kijk, hier kan je het goed zien. Als je nu kijkt, dan zie je de spintip. Oh ja. Zie je? Dat zijn er zes. Daar komen dus die draden uit. Dat is mooi te zien zo, hè? Ja. Oh ja. Hij heeft een heleboel spinklieren. Ja. Allemaal verschillende. Dus kleefdraden of sterke draden of impactdraden. Allemaal verschillende. En die komen dan uit de verschillende... Ja, uit verschillende spinten. Er zijn twee dezelfde, twee andere, maar hetzelfde. Het zijn er totaal zes. Oké. Soms acht. Ja, de evolutie heeft best goed werk gedaan. Ja. Het is een prachtig product, toch? Zeker.